Pinou Verzuylen, jij bent medewerker van de Stichting Latouche. Wat doet de stichting precies? Stichting Latouche is een woonvorm en heeft een werkplaats voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Dus dat zijn mensen die eigenlijk door heel veel pech, eigenlijk een breuk in een levenslijn noemen ze dat dan. Maar dat zijn dus mensen die eigenlijk een leven hadden zoals u en ik. En die door een ongeluk of door een hersenbloeding of een andere oorzaak hersenletsel hebben opgelopen. En daardoor niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. En deze stichting biedt dus een veilige woon- en werkomgeving voor deze mensen. Waarom moet dat via een stichting gebeuren? Omdat, waarom moet dat via een stichting gebeuren? Dat moet niet. Maar de vader van een van de bewoners van Stichting Latouche, die zocht een geschikte woonvorm toen zijn dochter hersenletsel had opgelopen door een bepaalde oorzaak. En hij vond nergens een geschikte woonvorm. En toen dacht hij, ik ga het zelf oprichten. En zo is Stichting Latouche ontstaan. En is er niets vanuit de overheid geregeld? Zoals u weet bezuinigt de overheid sinds 2000 enorm op de zorg. Ja. Dus het wordt alleen maar minder in plaats van meer. En dat is heel jammer. En er zijn geen woonvormen voor mensen, dezelfde soort mensen? Jawel. Alleen de vader die vond niet de zorg die hij voor zijn dochter wilde. U moet weten dat Stichting Latouche veel zorg biedt en veel ruimte biedt aan mensen met een dubbeldiagnose. Dus niet alleen niet aangeboren hersenletsel, maar ook psychiatrie. Ja. En dat is een vrij complexe diagnose, waardoor er ook meer specialistische zorg nodig is. En natuurlijk gaat een psychiatrische aandoening vaak samen met niet aangeboren hersenletsel. Maar de vader van de bewoner wilde graag meer bieden dan de instellingen die al bestonden. Dus meer zelfontplooiing, meer zelfbeschikking, meer respect. En daar is dat zijn ook de kernwaardes van Stichting Latouche. Dus wij werken vanuit de wens van de cliënt. De cliënt staat bij ons op nummer 1. En het bijzondere vind ik dat de cliënt ook werkelijk op nummer 1 staat. Een heleboel organisaties en stichtingen zeggen het wel, maar doen het niet. En Stichting Latouche maakt het waar. En dat vind ik heel bijzonder. Ja. De andere vormen zijn meer, onpersoonlijk gezegd, fabrieken. De grotere instellingen natuurlijk wel. Stichting Latouche is heel klein, is kleinschalig, biedt ruimte voor 12 bewoners. En dat maakt het ook heel huiselijk. Ik ben nog nooit ergens binnengekomen. Ik heb al meerdere werkgevers gehad waar het zo huiselijk is als bij Stichting Latouche. Jullie hebben ook een hele lange wachtlijst, geloof ik, hè? Ja, ik mag het hopen. Daar ga ik niet over. Daar gaat mijn baas over. Nee, maar jullie hebben een wachtlijst. Dat zou zomaar kunnen. Dat weet ik niet. Daar gaat mijn baas over. Ik durf het echt niet te zeggen. We hebben echt 12 bewoners die zo goed als mogelijk door ons begeleid worden. En ook zo goed als mogelijk als hun zorgvragen toelaat natuurlijk. Maar we doen ons uiterste best en de cliënt staat op 1. En dat vind ik echt heel bijzonder. En hoe gaat dat? Hoe bedoelt u? Hoe gaat het met die mensen? Nou, u bedoelt hoe de begeleiding gaat? Ja, hoe ze zich ontwikkelen of hoe ze zich ontplooien, wat ze doen. Gaat dat goed? Met ups en downs. Deze mensen hebben een vrij complex leven op het moment. Een aantal van onze bewoners zijn zich bewust van een leven voor en na het hersenletsel. En dat maakt hun levens echt heel zwaar. Mm-hmm. Door het hersenletsel en ook mede door de voorgaande, wat ik net noemde, zijn ze ook vaak depressief. Dat maakt het best ingewikkeld en best complex. Maar het gaat goed. Sommigen maken ontwikkelingen door, ook mede dankzij de ambacht, de werkplaats. Waar we ook dingen maken voor de verkoop. We staan ook op markten. En je ziet ook dat mensen die geen initiatief namen, ineens initiatief nemen om iets te doen. En de expositie van rol die we nu op dit moment hebben, is ook een uiting van de cliënt staat op één. En hoeveel, dat constant het herhalen van iets, dat echt wel leidt tot een resultaat. En bij de een wat sneller en bij de andere wat langzamer. Ik vergelijk het altijd het geheugen wat deze mensen hebben met een trechter. Bij ons is het dan een trechter, het geheugen, de korte termijn en lange termijn. Dat is een trechter. En bij hun is de trechter nog nauwer. Dus het heeft wat meer herhaling nodig, wat meer tijd nodig voordat iets in een lange termijn geheugen belandt. Maar het belandt er wel. Alleen, de roze expositie is natuurlijk een voorbeeld van doorzettingsvermogen, ook van rol. En dat hebben deze mensen enorm. Ja. Kunnen mensen iets doen voor jullie stichting? Nou, heel graag. Wij bieden allerlei dingen aan. Mensen kunnen bij ons terecht voor cadeaus. Noemen ze een website?
We zijn nog maar 2,5 jaar bezig. Dus we hebben nog niet echt een grote website. Maar we zijn op Facebook zijn we te vinden. Op moet ik even goed nadenken, Latouche de Ambacht Kampen. Daar kunnen mensen op volgen wat wij doen. Ze kunnen ons liken, ze kunnen ons volgen. En daar zien ze helemaal wat wij doen, wat wij verkopen. Komt binnenkort een prijslijst. Omdat wij geen arbeidsloon berekenen, zijn wij heel goedkoop en iedereen heeft een enorm leuk cadeau. Van hout tot aan keramiek, wat we binnenkort gaan starten. We hebben echt heel veel leuke cadeaus. We maken geboortestoeltjes voor €20 tot €30. En dat is echt heel erg leuk. Dat zijn wel onze paradepaardjes. Minu, ik wens jullie heel veel succes. Nou, dank u wel. En dank u wel voor uw aandacht. Fantastisch. Graag gedaan. Nou, dank u wel. Fijne avond. Jo. Roel Reuvers, van, jij zit bij de stichting Latouche. En vertel eens, hoe ervaar je dat? Als heel leuk. Het is een hele leuke stichting. Wat doet die stichting? Die helpt mensen die op onnatuurlijke wijze hersenletsel hebben gekregen. Dus dat kan zijn door een ongeval. Of we hebben ook bijvoorbeeld een bokser in onze midden. We zijn met z'n 12. En die bokser heeft zo hard geknokt dat hij hersenletsel heeft, eraan over heeft gehouden. Maar er is ook bijvoorbeeld iemand die aan de drugs verslaafd is geweest. Allemaal hersenletsel. Daar kun je het op samenvatten. Ja. Oeh, behoorlijk eng dus. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk heel eng. En waarom zijn we hier? Want jij hebt nu een expositie gehouden. Vertel daar eens iets over. Oké. Nou, ik ben eigenlijk muziektechnoloog. Daar heb ik voor gestudeerd. Aan de HKU. In Hilversum. Het zit nu in Utrecht. Maar zodoende heb ik mijn hele leven met muziek ben ik omgegaan. En heb ik de vier dimensies van de muziek, namelijk ruimte en tijd, dat zit in mijn muziek. Dat is te beluisteren op Soundcloud onder de naam Lauren Emmerich. Dan kun je het horen. Maar dan heb ik ook nog een extraatje. Dat is namelijk dat ik zoon ben van een handvaardigheidsleraar. Die zit binnen. En daarvan heb ik het schilderen geleerd. Dat zijn drie dimensies. En daar gaat deze expositie over? Precies, daar gaat deze expositie over. Dus dat zijn eigenlijk werken die zometeen onthuld zullen worden. Die ik door de week heb geschilderd. En ik schilder nu 3 jaar hier op de Ambacht. Kun je daar iets over vertellen? Over jouw werk? Ja, dat kan ik zeker. Ik werk eigenlijk op abstracte wijze. Dus met vorm, kleur en expressie. De kleuren die geven weer wat je kunt voelen. Bijvoorbeeld rood als je boos bent of het warm hebt. Blauw als het koel is. En zo ben ik een beetje bezig. De groen, dat staat voor de natuur bij mij. Sorry. Nou zie ik een heleboel werk van jou. Dat heeft meerdere kleuren. Ja. Betekent dat er meerdere gevoelens bij komen? Ja, precies. Hartstikke goed. Meerdere gevoelens. Want daar ben ik op uit. Zo maak ik ook muziek bijvoorbeeld. Om gevoelens los te kweken. En zo schilder ik ook graag. Nou, dat je met kleuren emoties weet op te roepen. We gaan even kijken naar je werk, Roel. Ik denk dat we ervan gaan genieten. Oké, super. Oh ja, ik wou RTV IJsselmond nog heel erg bedanken voordat ze willen filmen hier. Dus wij verwachten heel wat van Roel. Kijk, nu bent hij ook niet voor niks hier, zo werd het ambtenaren allemaal.
En dat moet ook komen gefinancierd worden. En wij hopen een beetje op roel tot in de toekomst. De schilderij kan verkozen. Om nou de opening van ons geheel, van Roel, van zijn expositie, krijgen jullie allemaal een glas champagne. En dan proost op Roel. En dan gaat Roel straks, u ziet alle schilderijen zijn bedekt met een laken. En elke schilderij gaat u openen en neemt u ja, de betekenis van een schilderij. Of de betekenis ga je uitleggen van de schilderij. Ja. Oké. Dan nemen we nu een glas champagne voor troost op onze vriend Roel. Oké. Ja, dat geef je hoor. Abstract omdat het niet de werkelijkheid afbeeldt. Onderliggende vormen zichtbaar tussen rimmen, vorm en contrasten. Contrasten vanwege de kleur eigenlijk. Oké, zal ik maar eerst de werk laten zien. Oké, hartstikke goed. Als jij trekt in het doek, dan zorg ik dat het allemaal blijft. Oké. Dit is eigenlijk is dit de natuur, vandaar dat het groen is. Een beetje.